Goedje boe. Zo dan, dames en heren, appels en peren, ladies and gentlemen, en dan weet ik allemaal wat, Peopolis peoples. Goedje boe. Ping is hier weer met Lazy Trucker. Wee! Ja, zeker weten. Luie Trucker. Wee! Ja, mooi. Heb je een shirtje aan voor de reclame van het spel, hè? Farming Simulator. Hartstikke idee. Ja. Flop, flop. Maar af en toe weer met. Ja, zeker weten, zeker. Zo. Wat gebeurt er dan? Blokkie was dat er niet vandaag. Als Warker die wil in de sloot vellen, geloof ik. Een blokje is het toch? Als je dat niet kon. Nou, mop, dit is een manier. De trekker doet direct weer schoon. Nou, yeah. Wat een goed begin ook weer, of niet? Ja. Yeah. Het gebeurt, hè, een tover grondje. Dan doe dit baantje hem gauw zelf. In de zeker op het andere perceel. Wat wij wouden doen, dat was dit niet in elk geval. Nee, wij wouden in een karretje. Waarom steekt dat ding zo naar links? Oh, dat ken ik ook nog. Zo. Oh, dat wist ik ook niet, maar dat had ik ook wel zien dat rollen maar scheef erachter zat. Ja, ik zie het ineens aan de cilinders. Ik kan hem dus ook helemaal opzij laten hangen. Ja. Ja, nee, man. Maar wat wij dus wouden doen, was even een karretje bouwen bij de winkel. Die staan er al trouwens, maar alleen de maakappel. En okay. Dan wouden we even een koeien ophalen. Koetjeboe. Boetje koe. Koetjeboe. Is hem 1600 keer schakelen en dan gaat hij wel. Hoppa. Ja, is een baffernelling zo. Ja, zeker. Maar dat was dus een beetje ons idee dat we nog een koeien gingen kopen. Mooi hem zelf op transport gooien, zeg maar. Ooit ja. Nu, maar chatten. Chatten. En dan hebben we ook koeien hier op ter Schelling eigenlijk. En als we dan tijd hebben of wat dan ook, even mooi even de verzorging doen. En allemaal dat soort dingetjes. Ah, dat vind ik leuk jongens. We gaan weer vol haas. Ja. Gewoon met z'n beiden nemen aan de knutselbutsel. Niet allemaal lukt. Ja. Dan hebben we een blokje er niet bij. En dan zijn we een helpertje op. En ook een die serieus is, maar die is net zo aan bonus. Maar dat geeft ook niks, hè? En we dan een beetje het gevoel dat blokje er ook is. Hoe mooi is dat? Ja. Zo, dan gaan we in dit perceel en kan hij hier aan de knutsel. Kijk, ik zet hem wel aan de andere kant erop daar, anders. Ja. Zal het wel niks worden, denk ik. Dus is het weer niks. Nee. Dan wordt het weer één gedonder. En dat maakt nooit, hè? Hey. Dan hebben we big problems. Big problemos. Zeg maar, Ros. Ja, maar niet op. Zo dan. Die zetten we hier mooi neer. Mooi, we zetten hem neer. Deze kar had ik alleen gekocht trouwens. Een mooi voor het voer. Kijk, ja. Mooi weg. Echt Tim. En ja. Deze trekker ga ik even mee aan de Tufker zometeen. Of nu eigenlijk al. Gaan we eens even naar de kar. Bij de winkel. Gaan we een koeien naar boven. Koeien. Mooi voor de melk. En de bemesting. Dikke poep, dunne poep. Hartstikke mooi. Nee. Waar is Lazy Trucker? Ik ben er wel. Is hij al onderweg? Of staat hij nog bij de schuur? Ik ben onderweg. Oh, kijk eens aan wat je mooi, hé. Groen is gras. Naast mij mooie wielen. Yeah. Ik hoop dat beeld een beetje in de smaak valt, dames en heren. Ik heb het een klein beetje aangepast, her en der wel eens weer waar. Ja. Ik zelf vind het hartstikke mooi. Kijken op zich. Ben benieuwd. Ik had er maar afwachten hoe de video dan weer is natuurlijk. En het kan altijd weer anders zijn. Hopen we niet. Ja, mag wel, alleen als het maar beter is, zeg maar. Anders mag het niet, hè? Nee, maar het wat beter bent. De bokje mag ook een keer snoeid worden, ja, ik word nog op de weg. Ja, maar om de kettenzaag te duwen. Ja, hem zo, hobby. Hoe is het met onze Lazy Trucker dan? Mooi dat je mag gewoon om in 5 minuutjes te werken. 10 minuten, maar? Ja, dat is al heel wat voor jou, toch? Nou, En voor mij doen ook, trouwens. Och, wat een groot huisje staat hier, ja. Daar pas ik helemaal nooit in.
Zelfs gebukt niet. Dat is een echt hoeske. Ja. Hoes. Ik heb de karretjes nog niet getest, dus het is op de gok. Maar ik ga ervan uit dat het karretje wel goed is. Je kunt twee koeien neer als het goed is. Per karretje. Dus we moeten nog alleen maar naar weer. Oh, vier per rit, hè. Nou, we dan eerst ook wel wat doen. Oh. Oh, oei. Ik heb zo'n beetje blauw geraakt. Had ook een ander kleurtje gekund misschien, maar... Oh, maar niet zo. Niet helemaal naast, kerel. Die wil een kamp niet aankoppelen, jee. Maar daarom dus, hè. Dari. Kousigd. Maar zal ik dit... Oh, nee, je hebt er mooi weer op. Moet aan het einde door rechtsaf. Als het goed is, ongeveer pak een beet. Dus minus zo ongeveer. Voor aan het einde rechtsaf hier al? Hier rechtsaf, ja. En dan bij dat restaurant ook weer rechtsaf. Oké. Bots, ik doe de karretje al in de lucht. Zag je dat? Nee. Oh, maar goed ook. Hehehe. Zover komt je. Leuk karretje. Ja, ik denk, moet niet de grote kaart erachter knopen, dat werkt toch niet? Nee. Zo, de eerste koeien op de Schelling voor Dreamteam Gaming. Hartstikke mooi, dames en heren. Ja. Yeah. En dan kan de dikke poep, dunne poep, alles kan worden gecreëerd. Het melk. Oh, dan hebben we graag bemesting. Ene verder nog. Oh. Hier soort, ja. Oeh, over de brug gaan. Dat is spannend. Nou, zo goed is hier dan weer rechtsaf naar deze schuur, denk ik. Hier zo? Dat moet ik wel. Kijk naar de map. Ik denk het, of hier naar verder nog, maar... Probeer het eens. Is dit gewoon een boot? Oh, wacht eens even. Hop, weer mijn karretje de lucht in. Is het hier? Ja, voor mij wel, hè. Welke moeten we hebben? Gewoon Holsteiners? Ja, die gevlekken. Die wit-zwart gevlekt. Camoufleerd. Twee stuks kunnen erin, hè? Ja, is goed dus wel. Hij zit er nou ook in staan? Ja. Ik zie ze niet staan namelijk. Ik wel. Oh. Raar dat ik ze dan nog niet zie. Die duurste nee, kocht, hè? Want die goedkoop ze. 200. Die kleintjes? 200. Ja. Die babies? De babies, ja. Jawee. Kopen. Het is wel goedkoper, ja. Ja, ik zou ze bedienen wel in staan. Oh, ik zie ze bij mij ook niet staan. Lijp. Kan dat nou weer? Ik zie helemaal geen koe. Huh? Ik wel. Nou. En ik ben aan opnemen, ik zie ze niet, wat is er weer? Nou, echt gecamoufleerde koe. Nou ja, brengen we ze naar huis toe. Bij die stof ze er ook in. Nou. Nah. Hey, we brengen ze eerst maar eens even naar de boerderijen. Ja. Ik heb echt gecamoufleerde koeien gekocht. Raar. Nou ja, het idee jongens en Wichter. Het is ook gewoon weer Dreamteam Gaming, hè? Moet niet te veel verwachten. Dit is weer lekker ouderwets, gewoon zoals het is, dames en heren. Ja, ja. Ja hoor, ja. Ja, ja kan. Ja. Ja. Het is wat het is, hè. Ja. Oeh, binnen 200 trekkers. Ja. Tenminste, wat in de trekkers. La. Ah, heel apart. Dat ik geen koeien zie, geen enkele kar. Wat doen dan zometeen leuke kunst om hoe heet dat? Te voeren, hoeveel er nou in moet, hoeveel balen van dit en hoeveel balen van dat en zo en zo. Ja, geen met vogeltje. Ja. Niet veel zingen, maar volgens mij ging onze helper weer door de sloot. Ja, is er weer zover? Dat leek er wel op, Frederie. Maar vandaan, dan zullen we denken. Ja, dat vermoed ik wel, ja. Ja. Dit is wat met de jeugd van tegenwoordig, hè? Daar is je lopers, kun je niets meer mee, hè?
Waarom zie ik niet de koe? Ok. Allemaal een houtklauw. Ja, je mooi. Ok. Camera selecteren. Nee, dat hoeft niet. Die familie loopt erin. Ja, lopen ze erin. Jo, die schilnieren als ik ze zo ook zie. Dan. Weer op de rr, hè? Ah, kijk toch. Hoppatee, hebben we 4 koetjeboes. Babbykoetjes. Oh, kijk dan, hier ben ze. Allemaal mooi. Ah, hey. Oh, dit is schitterend. Schitterend. Schitterend, wou ik zeggen. Ik ga een foto van mij. Dit is love in the air. I can feel it op every stair of zoiets. Everywhere. Maar daar gaat hij hoor. Even lachen naar de foto. Camera. En die brul. Niet weglopen. Ho ho. Lachen naar de camera. Shit. Mooi. Niet, shit. Shit. Shit wilden ze niet echt hoor. Nee, dat kunnen lijkt ze ook nog erbij? Wij maken blij. Als het goed is, moet die deur dan ja. Openzetten. Ik weet niet als ze er dan naartoe gaat, maar... Geen idee, maar ik zet hem wel open. Mooi, ik kan een beetje doorluchten. Met de fresh air. Nou, we hebben een fotootje, dames en heren. En dan gaan we volgens wel. Gaan we een paar koetjeboes op aan. Dat is leuk, hé? Ja, nou, dat vind ik echt mooi. Maakt de farm weer wat meer compleet, hè? Zo, een draai. Ah, we nemen weer op aan, dan hebben we er 8, hè? Ja. Nou, dat gaat mooi, hè? Ik weet niet hoeveel koeien we eerst hebben wilden. 8 eerst doen, is wel mooi, denk ik, voor het begin. Ja. We kunnen altijd even achter de schermen, of een keer anders in een streampje of zo. Hadden we nog een paar extra op of wat dan ook, ja. Jo. Gewoon niet alles direct weer uitgeven. Zo hard gewerkt om te verdienen, natuurlijk. Nog een beetje zo naar gaan doen. Ik weet niet waar dat is, maar. Nee. Oh ja, dat maakt ook niet uit. Nee, zeker niet. Zolang als er steeds maar meer binnenkomt, was dat uitgeven, dan is het goud. Ja, vaak is dat niet zo. Ik heb meestal een beetje geld over aan het einde van de maand. Nee, maand over. Huh? Aan het einde van je geld. Maand over aan. Ja, dat was hem, ja. Ik heb al die stukje maand over. Ik heb het al zo vaak verteld en dan wil ik hem heel populair doen in de video. Ja, weet ik hem niet, hè. En dan ben ik helemaal in de war. Harry is in de buddy. Ja. Die ook? Nee, ik was het ook trouwens. Ik vind het echt wel leuk zo. Even gezellig. En nou, als jullie dat ook vinden, dames en heren, even die duimpjes omhoog. Hè? Wat zeer is hier gewaardeerd. En als je nog niet hebt geabonneerd op YouTube kanaal, kun je dat geheel gratis doen door op de rode knop te klikken. Gaat hartstikke mooi. We klimmen mooi rustig aan naar de 1000 abonnees. Bij de 1000 gaan we twee keer 12 uur live. Ja, yep. Ja. Geloven we nog niet. Haha, machtig. La 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 la. Momenteel een beetje druk met de mensen om ons heen. Dus ja, een videootje is niet altijd weer met een volle club. Maar die komen heus wel weer terug. Dus loop niet weg, blijf gezellig hangen. De Beunshow die komt vanzelf weer vol gas op gang. En soms heb je een periode dat ook andere dingen in real life even voorgaan, hè. Dat is natuurlijk hartstikke logisch. Meer geen koeien in beeld, hoor. Nee. Nee? Nee, heel raar. Ik wel. Ja. Dan heb jij beter beeldinstelling, denk ik. Ik heb zeg gecamouflaaid. Goeie computer, hè? Ja, het schijnt. Nou, dan gooi je die van mij gewoon door het raam. Ja, zend. Niks, dat ding, hè? Oh, wees niet, klopt. La 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 la. Met de hakken over de stoep. Nou, en dan wel lekker zitten, dan lees je drukken. Je moet niet mensen, hè? Lekker zitten. Ja. Lekker snoepjes aan of zo. Of... Nee, zal in. Zal in zonder zout en zonder uitjes. Een zoute haring met uitjes. Uitjes, man. Oeh, gaat voor de derde wel lekker. Ja, man. Oh,
Yo, je bochtje om. Oeh ja, ja zie je. Wat je leuk, hè? Zo. Wil je dan zo misschien even een stroopblaasje op handen? Is dat een idee? Dat we de stal in stro in blazen kunnen, zeg maar. Ja. Dat is alleen maar wat, hè? En deze trek wil meenemen, maar die hebben wilt. Moet je al weten. Zo. Dan. De ding hier wat hem staan. Zo, dan komt u maar eens even bij mij, meneer. Dan zal ik jou eens even een baaltje erin leggen. Is dat een goed idee, jongen? Lazy truck. Ik ben er al. Prik. Ah, ik dan toch. Wat jij weer mooi. Daar is u, daar is u. Legt u hem op die zwarte klep? Ja, moet ik hem daarop drukken? Ik kan hem er helemaal in drukken. Ja, nou ook. Mag ik dat toch? Lukt nog een tweede keer weer, denk ik. Mooi, hè? Neem ik nog even... probeer ik nog een tweeën mee te nemen? Op één prikker, zal dat lukken? Denk ik niet, hè? Nee, niet. Neem ik eerst een eentje mee, kom ik achter jou aan voor in de mengwagen. Ik weet niet zeker, want volgens mij moet er één stro en er twee hooi, of niet? En dan afvullen. Zo kunnen we. Neem in afval eerst eens een eentje mee. Doe het daarna wel weer. Prik. Hoppatee, we hebben nog een strobal gehad. Ik kan altijd nog een paar weer ophalen als het nodig is. Zo, gaan we nou weer terug naar huis. Hoes hoes. Ja. Top jongens. Beetje stro in de schuur, blablabla. Ja, en een beetje compleet rantsoen erin. Oh, dan kunnen die koetjes lekker smikkelen, dames en heren. Dat die koetje blij zijn. Blije koe. Wat doet een blije koe? Die doet koetje boe. Denk ik. Ja. Koetje boe. Bochtje op. Wee, bochtje door. Dus even kijken wat er gebeurt als ik hier in de buurt kom. Geeft hij niks weer. Oh wacht, hij geeft wel wat weer. Zo, gaan we deze vast even starten. Inschakel je? Ja, goed bezig. Hé. Hey. Waarom een beetje kracht voeren in, Alex? Hè? Moet ik hier los? Dat heb ik niet. En je moet gewoon wachten. Nee, wachten totdat de I aandrukt. Wel een karretje selecteren. Heb ik. Mooi. Maar misschien de loszijde even aan de kant opzetten. Misschien kan ook. Dat weet ik niet zeker. Nee, dat wil niet. Ik kan maar naar één kant los. Ben ik benieuwd of we de verhoudingen goed hebben. Dat die kar veel te klein in verhouding met het aantal stro wat er dan in komt. Maar dat zien we gewoon genoeg. We hebben heel slechte ervaring om. Ik ben hier heel slecht in. Hij maakt er nog niet echt wat van, moet ik zeggen. Oh wacht, stro is goed. De kar is ook al bijna voldoen. Dat is niet best. Motten nog een stro. Hooi in, eentje. En dan eigenlijk moet er twee oh, dat kan nooit. En als je goed komen, dames en heren. O jee, o jee. Ik kan alleen maar hier lossen. Mag ik eens? Ik heb al eerder stro erin blazen.
Ja, ik heb hem. Overladen, buis moet naar beneden. Alsjeblieft. Oh, die buis moet naar beneden? Yes. Oké. Okay. Opgelost. Zo, nou ga ik hem verder afvullen. Ik denk dat een probleempje heb, nog één. Another one. Oei, oei, oei. Wat dan? Karre te klein of de baal te groot. Ik heb één baal erin en de karrel is wat vol. Een stro. En dan moet er nog hooi in. En nog kel. Kuil. Dat wordt nog even een dingetje, hoe ik dat nou weer op moet lossen. Ik heb hem leeg. Goed bezig. Goed bezig, gauzig. Wee! Ja. Wee 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 wee! Nou, wat is de situatie? Raas en nou wat? Is ze vol? Nee. Kaar vol? 37%. Ja, kaar is vol. 100%. Nou, die man naar binnen hebben een probleem. Jaag hem maar leeg naar binnen als je wil. Maar dit is mijn eigen wedstrijd. Waarom, waarom, waarom moet het bij ons altijd zo? Pro-farmers, hè? We kunnen nog geen koevoer hebben. Yeah. Nee, dat kunnen wij niet. Nou ja, ik haal nog even één stro op. Zo, toppertjes, daar gaat hij dan. We gaan deze met hem leeg gooien, een beetje mislukt volgens mij. Maar dat heeft niks. We krijgen in ieder geval iets te eten in een buikjes. Ach, we klungelen mooi door, daar ben wij goed in, daar ben wij uniek in, dat maakt ons uniek. Hij spuit ook aan de verkeerde kant roet, maar dat geeft ook niks, het werkt wel. Oepsie! Ja. Als er aan de andere kant in moet erin. Wee! Maar het waait er wel naartoe zo te zien. Ja. Ja, kijk, er waait al wat naar beneden. Prachtig, hé? Toppetjes! Ja hoor! Duurt wel lang voor die car leeg is. En dan gaan we zometeen misschien. Ik geef geen garantie op dit moment nog. Maar. Als het goed is, krijgen we zometeen een karretje met compleet rantsoen. Hoop ik. En anders. Niet. Zo, dan kan een lazy boy er weer in met zijn stroopblazertje. Die hebben we ook weer gevuld in de tussentijd, hè. Maar we hebben niet stilgezeten. Ja, nou ja. Nee, zeker. Niet helemaal, de vinger en de voet. De voet en het vingertje bewogen. Verder hebben we wel stilgezeten. Zo, dan moet ik hem in de haard nou. Omdat ik hem niet helemaal weer leeg gooi. Dat was mijn fout van net. Kijk. Hoop ik dat het nou niet uitvalt. Afvalt. Gooi is 100% alweer. Dat is niet. Pro bedoel ik, sorry. Maar dan 100% een keer nooit. 2 liter. Ik heb de baal alweer lucht. Hoe ben je bezig, grote meneer? Ja, je kunt nou niks in de taal zien liggen. Oh, dan moet er straks nog een beetje bij natuurlijk. Ja. Prikje, prakje, prokje. Nou, doen we die hem aan de gat. Doen we er een beetje stro of hooi in. Strooi, kan ook wel, strooi. Strooi. Dat is een dubbele betekenis. Een beetje strooi erin en klooi. Ja, klooi is Gerrit weer. Oh. Nee! Perfect, hij valt er gelukkig naast. Was je enthousiast, dames en heren? Oh, dat is dus een keer perfect, daar zit het ernaast valt. Ja, in dit geval wel. Normaal niet, maar. Ja, nou ja, het kan van veranderen, hè? At this moment wel. Oh, ik heb ook niet veel hooi meer zo te zien.
Ja, dan pak ik me nog in mijn baaltje erbij. Maar volgens mij gaat dit wel goed, dames en heren. Wordt er straks een klein beetje geulvoerbeen gedonderd worden. Haha, mooi. Helpen zie je hier ook in de sloot te koekeloeren. Waarom die dat doet, weet ik ook niet. Ja. Beetje een boefje. Zo. Nou, dat gaat hem wel weer leuk, dames en heren. Laatste vlaatsel. Keer wat anders als altijd boerenland bezig geweest. Gewoon eens even met een koeitje aan de hangen. Zo mooi. Zeker is dat mooi werk. Zo. Dan gaan we nou een kuil pakken, denk ik. We proberen. We eerst kijken hoe vol die kar al is. Hoeveel procent de kar geheel vol is. Wel zo het nou. Wat ben je dan doen, hè? Koffie drinken? Nee, ik ben Pieter aan de boerderijen. Dan als ze een paaltje stro hebben. Met de boerderij? Met die andere boerderij, hè? Met de boerderij, wat leuk. Kijk, daar staat onze fort in de sloot. Ja, dat moet nooit. Nee. Ah, boefje. Nou. Ik heb ook geen euro meer betaald. Wat een bandierige. Ja. Het is kafaat, man. La 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 la. Zo. Een beetje kuil pakken. Oei. Deze heeft tenminste wel achteruitrij indicatie alarmpje. Huh? Tuut, tuut. Ik moet niet meer zelf doen met de toetert. Oh. Zit er standaard mooi op. Ja, cool, hè? Luxe. Ja, dan moet weg. Dag ik. Nou, nog maar een beetje hooi bij je in. Oeh, dit gaat mooi voor mij. Ik ben wel een beetje aan de bona, want ik heb mijn materiaal overal liggen, nou doe. Hé, maar dat doet erbij, hè. Wat kan je hem doen? Ja hoor. Hey, wat doet mijn spul hem? Aantekenen dat je niet goed bezig bent. Nee. Dat doet niet wat. Ja, half gebakken naar het werk. Ja. Zo, pak maar de hooi er weer aan. Oh, werk is er even een beetje goed in hem. Maar dat ging niet. Altijd leuk toch, hem. Hartstikke idee. Aanvult met dat ding. Het goed is. Ja man, ik heb het helemaal in balans. Allebei de groen. Kijk. Nou even kijken wat hij dan zegt. Mooi werk. Ja. Ja nee, dat zegt hij niet, maar... Nee, maar komt er wel op neer, zeg maar. Als ik kon, dan deed je het. Als het goed is. Waarom heb ik nou geen indicatie meer over die kar? Sorry. Dat weet ik niet. Nee, ze vol denk ik, dan moest het nou leeg worden. Nee, is nog niet vol. Oh, nou heb ik weer beeld, nou klopt die weer. Dat ik nou meer hooi erin doe, deze gewoon de restant erin. Moet er goed komen. Ja. Kan je zeggen. Ja. Eén hooibaal erin, een beetje stro en de rest kuil. 90% ja. Vol, nou, dan zet ik de shovel aan de kant, we kunnen vanaf de goede kant erin rijden. Ook hier iets goed doen, hè? Hehe. Oei. Lop.
Nou, ik is die haaienwerker, als u de sloot wel niet. Doe dat maar zitten. Ben je niet wat, ja? Nee, dat kan niet, hè. Dat, een beetje gek werk. Dan gaan wij niet bezig, hè? Onverwacht gestopt met werk. Tuurlijk, joh. Lig al een half uur stil en nou is er spontaan gestopt. Tuurlijk, jochie. Ja, ik wil het niet meer doen hier. Oei. Oké. Okay. Compleet gemengd rantsoen overladen. Hey. Yes. Kijk, dames en heren, we hebben het voor elkaar, hoor. We hebben het gefixt. Zie dat eens even. Mooi, waarlijk. Donders, wat mooi. Ah. Ik zie daar waarom het niet doet. Ah. Dan aan de verkeerde kant. Oh ja, dat moet nooit. Toppers, het is me weer gefixt. Ja, met deze trucker hebben we weer voor elkaar gebokst. Blije koe, koetje boe. Ah, schitterend. Hoor je dat, hè? Zeker dat hij heel blij is. Mooi werk. Jazeker. Maar dit soundje nog in voor de afsluiter. Dat is machtig, hè? Kijk, nou doet het wel weer. Haha, beur eens heen. Oh, verkeerde knop. Donders, 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 maar mooi. Mooi opgeknapt hebben we daar heen. Ja, ja. Ja! Prachtig! Ja, nou moet een beetje eten bij een spuiten, dat doet het ook wel. Ja! Zo, dames en heren, we hebben er weer één, hè? Dit is om. Oh, daar zie je nog een strobaal, eigenlijk. Jo. Als ik hier weer in kom, kan die wel in de blazen. Ja, dan doen we dat helemaal te scherm. Ik ga meer in me. We zijn nou mooi bezig geweest. Het is weer mooi geweest voor vandaag. Ik ben wel weer mu. Ja, dat kan. Weet op de fontanel. Dat is het best. En tegen de stop moet even weer afkomen. Dames en heren, hartstikke bedankt voor het kijken. Helemaal gewaardeerd. Ik hoop dat jullie weer genoten hebt. Een beetje de ellende van de wereld hem kunnen vergeten. En niet een beetje weer een glimlachje hem kunnen krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is met dat geklungel van ons. Maar oh, dat dacht ik wel. Dat moet goed komen. Dames en heren, nogmaals, dankjewel voor het kijken. Dit is weer einde video. Als je het mooi vond, even die duimpjes omhoog, wat zeer zich gewaardeerd. En nogmaals, wat ik eerder al zei, en nog niet geabonneerd bent, kun je dat heel gratis doen. Door op de rode knop om op de video te klikken, word ook zeer gewaardeerd. Je bent wel mooi naar de 1000 toe, helemaal top. En dan zou ik zeggen, mensen, blijf gezond. Tot de volgende video maar weer. Of livestream, of wat dan ook. En ik kijk er weer naar uit. Bye bye. Rush by en abatjo, later is maar weer. En lees je bedankt, hè? Yo, hè? Hey, kom man. Yo! Dagie. Hele dagie.